Dit is de wilde kamperfoelie. Hij groeit met de zon mee, dus omdat hij groeit en die kamperfoelie groeit, knellen ze elkaar als waar af. Na een paar jaar wordt hij net zo dik als een buurman hier de berk. Ik mag deze stokken mag ik omzagen. In al die 30, 40 jaar dat ik dat doe voor de Twentse Goorstok heb ik bij iedereen, elk bosperceel, vraag ik voor vergunning, toestemming. Het Twentse woord voor gaan is gewoon, dus een stok om te gaan. Iedereen die had in principe de goorstok bij zich. Meneer met de pet op en meneer met de klomp aan en meneer met de hoge hoed en de schoen. Niet voor ondersteuning of zo, maar meer voor het aanzien van meneer zelf en zo. Dus hoe mooier gedraaide stok dat je hebt, hoe mooier dat die draaide in zit, hoe meer aanzien dat je in principe staat en zo. Beroofde neugers, dus het uitnodigen van de bruiloft. Neug is uitnodigen van de bruiloft. Die liepen misschien wel weken rond familie, buren, kennissen om uit te nodigen. En dan gingen ze erheen met een stok wat versierd was met groen of klim op. En dan vertelden ze daar het verhaaltje waar de bruiloft was en van wie. Als 's avonds die beroofde neugers weer terugkwamen, konden ze precies zien aan de bloemetjes hoeveel uitnodiging die dag er is. En als er dan een huwbare dochter ergens thuis was, dan deden ze een lintje eraan. Dat was voor de vrijgezelle jongens in de familie en in de buurt. En dan kwam dat spreekwoord vandaan, van bruiloft, kom bruiloft. En bij elke uitnodiging voor de bruiloft kregen ze een borrel. Nou, op één been kon je niet staan, nee. Dan moest je twee benen hebben en zo. Dan kun je wel nagaan. Dat zijn er 2, 4, 6, 8, 10, 12. Dus die kerel die dan s'avonds werk kwam, die kon in principe niet recht lopen en ook niet meer recht praten. Heel toepasselijk kreeg hij de naam hier in Twente, de lulleman. Het aanzeggen van een sterfgeval konden ze van ver af, konden ze al bij wijze van spreken, al zien van jongens, het is foute boel, er zit een zwart lint aan een goorstok. Wie gebruiken de Twentse goorstok nog meer nog? Als in het voorjaar het weer anders werd en de kisselui wat en de kiebekeels en zo. En maaskramers, hoe je ze allemaal noemen wilt, die liepen dan ook allemaal met een goorstok, een stok om te gaan. En dan zeiden ze de weg, nou, goor gaan, tot de volgende keer. En goor home. Als die boom vers is, zoals nu, kun je makkelijk schillen. Precies langs de kamperfoelie. Zie je? Precies. Zie je? Dat kantje wat er dan op zit, dat blijft picobello in orde. Ik laat ze altijd droger anderhalf jaar. De kamperfoelie zit er nu helemaal ingegroeid. Die zit er maar in. Ga ik nu prutsen, dan beschadig ik dit kantje en dit kantje. En dan is de mooiheid, het effect is weg. Laat ik hem nu drogen. En anderhalf jaar. En dan is de stok is droog. En die kamperfoelie die erin groeit, die is droog. En dan kun je hem zo uithalen. Kijk, dit laat ik er allemaal aan zitten, dit laat ik eraan zitten. Ik zeg altijd van die pilletjes, dat je kunt zien dat het zuiver een natuurproduct is. Kijk, mooi hè, hier zit hij in. Dus het is nu de vijfde maand. En ja, 22. En nu breng ik ze weg, maandag, dinsdag. En dan leg ik ze boven op een rek en dan gaat de winter langs en dan worden ze mooi natuurlijk, op natuurlijke wijze worden ze gedroogd. Om te laten zien, kijk, hier zit die kamperfoelie in, die is er helemaal ingegroeid. Kijk, en nu dat hij helemaal droog is, dan haal ik hem eruit zo. Ja, denk nou niet dat het 1, 2, 3 is, maar kijk.
Kijk, een heel geprut, maar nou is hij, maar nou is hij er dan uit. Kijk, hier heb nog een stukje nog. Zie je dat? Kijk, ik heb stokken zonder knop en ik heb stokken met knop. 30, 40 jaar geleden zijn ze hier plotseling begonnen met een knop erop. Origineel is het Twentse goorstok zonder knop. Dit is een goorstok wat helemaal droog is. En deze drie, vier ook. Kijk, en die goorstok die heb ik geoogd in de vierde maand van het jaar 21. En deze heb ik ook in de vierde maand van jaar 21. Dus dan weet ik precies dat er nu allemaal die stok allemaal droog zijn. Ik denk dat ik hier een knopje op maak. Dan hoor je aan het doffe geluid dat hij helemaal over is. Deze stok kan ik maken zonder knop. Nu wij twee stokken bijna gereed hebben, één met knop en één zonder knop, dan moet er nog even een gaatje in voor de schroefveder om vast te houden of op te hangen en zo. En daar ga ik nu even mee bezig. Ik doe altijd ter vaste afstand zo'n beetje. Dat doe ik. Als je met de stok meeschuurt, dan is het mooiste. Mijn opa die ging vroeger hamers stelen, schoppen stelen, bijlen stelen, halen zo in het bos. En dan liep hij ook met een fretje liep die om een knijntje te vangen. En dan maakte hij schoppen stelen, hamers stelen op lengte. En dan vroeg hij er niks voor, alleen een doos sigaren, want hij rookte in Elisabeth Bos. Dat was zijn hobby, buiten zijn aan de werkzaamheden om en zo. Ik denk dat ik het daarvan heb, van die ouwe. Ik geloof het wel. Als hij dan in de bos was om te zoeken naar essenhout en hij zag een Twentse goorstok, een gedraaide stok, dan nam hij die mee voor een visite, voor een verjaardag of een feestje, een bruiloftje of zo.
En dan had hij altijd wat in hand, zei hij. Dan hoef je niet te zeggen van bedankt. Heel grappig. Nou, ik denk dat hij bijna gereden is. We hebben de stokken in de lak en in de was. Ik heb nu zuivere bijenwas op kleur. Lekker in de naad. Overal zijn haakjes waar de stokken opgehangen worden om te drogen. Zie je dat? Zit de was er mooi dik op, kan hij er mooi in trekken. Even. Zie je dat? Goed invrijven. En alle naadjes en grisjes en noem maar op. Natuurlijke. Morgen overmorgen even uitpoetsen. En er zit heel iets glans zit erop. Nou is de stok helemaal klaar om te gaan. Vandaar de naam Goorstok. Een stok om te gaan.